Yo, ik ben Rick. Welkom terug bij Rick speelt Minecraft. Ik moet je even wat vertellen voordat we vandaag gaan beginnen. Ik heb zojuist Interstellar gekeken. Dat is een film. Dat is ruimtevaart. Super vet. Echt, ik zweer je, als je slim genoeg bent om te begrijpen wat gaande is, ga die film kijken. Het is gewoon op het internet te vinden. Gaan we kijken in Full HD, want het is een prachtige film. Het is... Ik stop wel gewoon met praten, want ja... Maar nee, het is echt een goede film. Ik zou wel aanraden. Laat ik het daarop houden. Dus, Q&A vandaag? Nee. Maar ik heb wel wat anders leuks voor vandaag gepland. Het gaat de laatste aflevering worden, zeg maar, voor de Q&A. Dus zeg maar, dit is 95 volgens mij uit mijn hoofd. Aflevering 95. En dan, zeg maar, volgende aflevering, dus 96, zal de Q&A gaan worden. Dus dat wordt leuk. Vandaag wil ik iets speciaals gaan doen, want ik heb in totaal 15 Wither Skulls. En dat komt neer op 5 Withers. En ik ben van plan die tegelijk te gaan bevechten. Ja, je hebt het goed gehoord, tegelijk. Dus ik ben al een beetje wezen voorbereiden op dat gevecht, zeg maar. En deze gaan we even wegstoppen. Maar hier, dit is mijn full diamond armor, zeg maar, met protection 4 erop. Dat gaan we aandoen. Ik heb het even helemaal gerepaired, behalve de broek, want die is nog goed genoeg naar mijn idee. Ik heb hier deze Power 4 boog. Dus die gaan we gebruiken. Ik moet nog even wat arrows halen uit de andere basis, maar dat komt wel goed, denk ik. En ik heb er op zich best wel zin in. We gaan onszelf gewoon eigenlijk zo OP mogelijk maken. Dus wat we gaan doen is, we gaan hem bovenop de Nether bevechten. Of de 5 eigenlijk. Waar zeg maar de effecten van de Wither Skeleton Farm nog effect hebben. Bovenop de Nether is dat niet heel veel. Maar op zich wel genoeg om een aantal Withers te kunnen bevechten. Ik heb al wel eens 4 Withers tegelijk te hebben bevochten volgens mij. Ik weet niet zeker. Dan zou ik moeten checken om dat met zekerheid te kunnen zeggen, zeg maar. Maar ik heb er op zich wel zin in. Dus dat gaan we nu meteen doen. Dus dat is op zich wel leuk. Ik ga even mijn laatste voorbereidingen treffen, zeg maar. Gelukkig hebben we ook nog maar weinig level. Dus stel, we gaan dood. Dan hebben we ten eerste een heel groot probleem. Want dit is eigenlijk mijn enige goede armor wat ik heb. Naast dan, zeg maar, dit. Wat niet echt fantastisch is. Maar goed, ja. Ik ga nog even wat voorbereidingen treffen. Waarschijnlijk gewoon wat tools hier achterlaten. Want deze zullen we niet nodig hebben. Dus die kunnen we wel gewoon hier laten, zeg maar. En dan... dan gaan we ze gewoon bevechten. En dan hoop ik dat we nog een aantal Wither Stars ervan overhouden. Ik hoef ze op zich niet allemaal te hebben. Want we hebben... ik heb geteld 9 beacons in deze wereld. En ik wil er wel een aantal meer. Daarom gaan we ze bevechten. Maar als we er 1 of 2 verliezen, dan is het niet zo erg. Want we hebben een vrij goede Wither Farm. Dus geef me een moment. En dan gaan we zo de Withers bevechten. Moet je deze bende hier zien. Man. Dus, zijn jullie klaar voor? Ik bedoel, klaarder dan dit. Klaarder, wat is dat dan weer? Meer klaar dan dit gaat het niet worden voor mij. Dus, ik weet niet. Dus als het goed is hebben we, we hebben resistance, dus dat is fijn. Ik ga ze hier lekker allemaal bij elkaar zetten. Dus ik hoop dat ze dan een beetje elkaar gaan damagen. En dan ervoor... Nee, ze moeten wel goed natuurlijk. Zodat ze een beetje elkaar gaan damagen. En dan op die manier... dat ik een soort van minder Withers tegelijk hoef... Nou ja, het maakt op zich niet zo uit. Oh. Oké. We moeten maar beginnen denk ik, hè. Dus ik heb hier 3 stacks van pijlen, zoals je wel kan zien. Dat kan wel weg. Het is hier trouwens echt een rommeltje. We zijn hier bovenop de Wither Farm. En dat is zeg maar richting spawn. Dus ik wil even de coördinaten hebben. Stel ik... het gaat een beetje fout. Dus laten we dan maar beginnen. 1, 2, 3. Ik ga zo dood. 4, 5, Oké, dat vond ik niet leuk. Er zit er eentje in mijn rug. Oké. Ik denk dat we een soort van moeten focussen op eentje tegelijk. Oh. Het is een beetje moeilijk te bepalen vanaf hier. Wie dat dan zou moeten zijn. Oké, daar zijn we.
We zijn een beetje... Oh. Even zorgen dat we wel in de buurt blijven van die beacons. Sorry als ik stil ga worden. Dat komt er dan van omdat het een beetje een intens gevecht is. Moet je wel kan voorstellen. Volgens mij doen ze elkaar ook een beetje pijn. Wat erg van pas komt. Ik zie er maar vier. Zie ik er vier? Volgens mij zie ik er maar vier. Oh, sword mode. Ga dood. Ga dood. Ga dood. Ga dood. Ga dood. Ga dood. Kom op. Kom op. Oké, dat was één. Moet even eten. Yo dan. Nee. Oké, en weer even verder eten. Zo. Ah nee, nu telken vier. Oké, ze zijn er wel allemaal, dus dat is fijn. Oké, één down, vier to go. Four to go. Dat is wat ik wil zeggen. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Wow, yo, ik vloog echt hoog. Het is eentje minder. Kom op. Op zich is het niet zo moeilijk. Oh. Waar is die? Oh, daar. Hi. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. We hebben er... De andere hebben we allemaal gehad, hè? En dat is 5. Man. Dat was wel vet. Oh, en we hebben alle Wither Stars. Kijk eens aan. 3 minuutjes. Dat valt mee. Dat is echt niet slecht. Ik ga niet daar naar beneden. Ik weet niet welke kant terug is eigenlijk. Volgens mij is deze kant. Nou ja, in ieder geval, wauw. Dat was super gaaf. Dat moeten we eens meer proberen. Dus wat ik eraan zit te denken is... Om steeds zoveel Wither Skulls te gaan verzamelen... Zodat we elke keer als we dit doen, er eentje meer doen. Dus de volgende keer dat we weer gaan bevechten, gaan we de 6 tegelijk doen. Oh, daar zie ik lampjes. Volgens mij moeten we daarheen. 60 likes, stel je het voor. Dat is een hele hoop ook. Ik ben benieuwd of dat enig goed gaat worden. Ja, dit is naar beneden. Oeh. Hoe ver is onze armor? Onze armor is wel vrij ver weg. Maar dat is te verwachten natuurlijk. Ha. Oké, laten we eens doen wat niet vaak gebeurt. Obsidian en wat glas. We gaan 5 bacons tegelijk maken. Dat is wel zeldzaam op zich. Nee, ik weet niet hoe vaak het gebeurt. Boom! Check it out. 5 bacons. 2, 3, 4, 5. Boom! Heerlijk. Fijn. Super. Oké. Ja, gaat het weer goed met mij? Ja hoor. Het gaat weer prima, maar het was wel even intensief om te spelen, zo zeg maar, tegen 5 Wither's. Ik denk dat we vaak van dat soort dingen moeten doen, want het was wel leuk op zich. 5 Wither's, gewoon gekke gevechtjes doen, weet je wel. Als je ideeën daarvoor hebt bijvoorbeeld, laat ze in de reactie achter. Maar goed, laten we nog wat productiefs doen voor vandaag. Dus zeg maar met het oog op de 100ste aflevering, waar we uiteraard de... tweede wereldtour gaan doen van dit seizoen. Wou ik zeg maar een beetje voor zorgen dat we niet halve projecten overal hebben open liggen. Wow. Ik wou je al ten eerste even een beetje laten zien hoe ver ik ben gekomen met de Guardian Farm. Ik hoef nog maar twee lagen aan water eigenlijk leeg te maken. Ik moet hier nog zand tussen doen. Volgens mij moet hij trouwens eentje meer deze kant op. Maar goed, dat bekijk ik dan wel. En dat dan leeg gooien en dan zeg maar al deze blokken weghalen. En dan zijn we daarmee klaar. Dus dat is fijn. Dat is eigenlijk tot nu toe hier zo alles. Oké dan, dus als ik naar... om afgemaakte projecten denk ik meteen aan de bibliotheek. Dat is meteen wel het voorbeeld natuurlijk. Naast iets als vliegende eilanden. We hebben echt maar 1 of 2 eilanden erbij gebouwd sinds de vorige tour. En dat is een beetje een tegenvaller natuurlijk. Maar het kost heel veel werk om die dingen te doen. Dus dat is op zich wel logisch. Maar goed, deze bibliotheek. Het stelt een beetje niks voor naar mijn idee. Ik heb natuurlijk al verteld dat we neer gaan halen. In ieder geval zeg maar tot dit level. En dus zeg maar alles waar we nu op staan, zeg maar, zo van hier tot helemaal naar boven gaat neer. Behalve dan het middelste stukje naar beneden hier zo waarschijnlijk.
Maar dat behouden we wel en al deze dingen hier, zo dat gaan we ook niet verwijderen. Maar het gebouw zelf, dat gaan we gewoon veranderen en ja, wat beter plannen. Waarschijnlijk even in creative proberen te bouwen. Voordat we hem hier in de survival wereld neer gaan zetten. Dus dat gaat er compleet anders uitzien. Maar daar gaan we niet aan werken. Want bij de 100 aflevering had ik een soort van beloofd. En wil ik op zich ook wel gaan doen dat we een werelddownload gaan krijgen, weet je wel. En dan wil ik dat jullie deze gewoon nog even kunnen zien, bekijken met je eigen ogen. Er zelf in rond kunnen lopen, zeg maar. Dus anders had ik hem echt al lang neergehaald. Maar op zich hebben we er best lang aan gezeten. Meerdere afleveringen, om het zo maar te zeggen. En dan ja, dan vind ik het ook wel fair enough, zeg maar, om te zeggen van hey, jullie mogen er nog wel een rondkijken. En dan vanaf aflevering 100 gaan we dan vanaf dan eraan werken, denk ik. Maar ik zat juist meer te denken aan hier beneden. Oh. Want ik bedoel, dit is ook nog steeds niet af. hier zo moeten we nog dingen doen. Als we dus gaan kijken aan de andere kant. Oh, oh man, die was prachtig. Hier, dit ziet er een stuk beter uit. Niet dat we ooit hier beneden komen. Behalve dan dit stuk. niet dat we ooit hier beneden komen. Maar weet je, het gaat om het idee. Stel je valt dus per ongeluk naar beneden. Dan wil je toch wel dat je mooi valt of zo. Ja, ik weet niet. Maar goed. en ik bedoel, dit hier zo. Dit moet echt gewoon anders. Dit is ook nooit mooi afgerond. Ja, het kan gewoon niet. Dus ik ga eerst even die witch daar vermoorden. Want ik wil zo'n drops hebben. Daarom hebben we dit ding. Ik heb trouwens, dan moet ik je dan nog even laten zien. Dan moeten we even naar boven gaan. In de buurt een ravijn wat beter verlicht. Ik kwam er even in om te checken of alles wel goed verlicht was, zeg maar. En dat was niet zo. Er was nog een hele hoop waar we gewoon veel beter mee, veel beter hadden kunnen verlichten. En dat heb ik dus even gedaan. Het is het aardigintje naar beneden, het is hier zo. Zoals je ziet, er zijn nog steeds wat dark, wat donkere plekken. Maar het is zeker al een stuk beter. En ja, sindsdien gaat de mobfarm echt een stuk sneller. Dus dat is fijn, dat is weer efficiëntie. Een soort van efficiëntie boost, om het zo maar te zeggen. Altijd leuk om dit te blijven horen. ja. Het mooie geluid van ijzer wat wij binnenkrijgen. Haha. Kijk eens aan. Maar goed, ik heb hier even na zitten denken van wat willen we hier nou doen. Dit staat een beetje in de weg, maakt niet uit. Waarschijnlijk gaan we de trend gewoon doorzetten van wat we eerst hadden. Dus qua stijl dat we hier zo hebben. Dus ik wil het hout wel terug. Op zich. Niet omdat ik gierig ben, maar eigenlijk wel. Ja, we gaan het gewoon hier. We hebben natuurlijk sinds we het hier verbouwd hebben, hebben we het wat, wat smaller gemaakt. Wat op zich niet een slecht ding is. Oké, moeten we even opletten dus. Want eerst hadden we het 5 breed, nu we 3 breed met 5 breed hier zo af en toe. Weet je wel. En dat zouden we voort moeten zetten naar mijn idee. Ik heb trouwens ook een hele slome axe. Dat is heel vervelend, maar goed. Zeker als ik dan online kom op de Mine of Lotus server, dan heb ik weer efficiency 5. 4. Niet 5. Niet te enthousiast worden. Hier, kijk. Wel zeg ik. Moet toch meer hebben. En dan hak ik bomen weg en dan kom ik weer hier en dan gaat het weer zo langzaam. Het is een beetje vervelend. Maar weet je, had ik maar niet moeten verliezen. Ik weet niet hoe ben ik elkaar uitgeraakt. Ik kan me het niet herinneren. Nou, dan zal het niet zoveel uitmaken. Oh, mooi. We kunnen hier een connectie naar bovenlicht doen. Bovenlicht. Ja, tuurlijk. En dan hier zo ook nog. Hoppa. Oké, dat is fijn. Dat kan. Hier kan het natuurlijk niet, want we hebben hier de Iron Golem Farm. Een beetje een tegenvaller, maar goed. Ja, dit is waar ik voor vreesde. Dat het niet helemaal mooi gelijk uitkwam. Dan moeten we het hout hier maar gewoon weg gaan halen, denk ik. Wat we dan gewoon gaan doen, is we gaan de cyan pakken. Hoppa. En we hebben hier als het goed is meer. Toch?
heb ik niet meer. Moet ik wat gaan maken. Is geen probleem. Hebben vast wel een manier om dat te doen. En dan moeten we even hier verbindingen maken. Oh, die wou ik natuurlijk houden daar. Hoppa. En dan gaan we deze ook zo doorverbinden. Hoppa. Gaan we dan deze 5 breed maken? Ja, dat moet wel hoor. 2, 3, 4, 5. Hoppa. Zo. En dan moeten we natuurlijk nog gaan bedenken. Van, ja. Wat gaan we hier doen? 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 Hierachter kunnen we niet echt iets doen naar mij. Oh, wel. Huh? Gek. Ik wist niet dat dit hier leeg... Of, nou ja, oké. Okay. Fijn om te weten dat we dat gewoon kunnen gebruiken. Hier moeten we... Deze moet weg. Deze moet echt ergens anders. Waar kunnen we deze dan neerzetten? Laten we hem voor het moment niet daar doen. Hier zo is wel leuk. Gekke poppies. En dan... Deze moeten we ook even vervangen. Oh, daar is al een pumpkin. Nou, dan doen we er nog eentje bij. Dat zorgt er wel voor dat het lekker verlicht blijft. En dan... Ho. Doen we wel zoiets of zo. Ja, ik weet niet. Moeten we even een beetje bedenken. Ik wil dat trouwens een beetje met jullie doen. Daarom ben ik nog niet gestopt met opnemen. Want ja, dit doen we eigenlijk nooit samen. Dus ik dacht van, laten we het een beetje samen doen. Dus een beetje een idee krijg met hoe ik dat doe, zeg maar. Dat is op zich wel leuk, denk ik. Om het een keer te laten zien. Ha, er zit een leuk blokje achter. Dat is helemaal fijn. Dat vind ik niet erg. Zo. Ja, daar moeten we nog wel een beetje veranderen. Hier moeten we zij aan van maken. Oké, okay, dus dan moeten we even voor nu het patroontje verder zetten hier zo. Zo, die en die en die en die. En dan moeten we hier achter even kobbelsteen gooien. En wat hebben we daarboven? Oh, hij moet eentje over. Dat is helemaal prima. Zo. Oké, okay, maar goed, je snapt wel een beetje wat ik aan het doen ben hier zo. Dus ik zal het wel even afmaken of kernwerk. Ik moet wat cyaan maken. Zoals je wel zag. Dus ja, dat zal ik wel even doen. Oké, dan. Dus ik heb het een beetje mooier gemaakt. Niet helemaal volledig. Maar wel ja, zeg maar acceptabel. Dus hier gewoon een randje met van deze stairs. En dan kan je gewoon zeg maar niet de slabs hier zien. En ja, deze sign. Een beetje, het ziet er wat strakker uit naar mijn idee zo. Dat is gewoon helemaal prima. Ik heb hier zo met dat licht zeg maar een trucje gedaan. Dus zoals je weet, misschien niet. Ik heb hier gaten met lichten naar beneden lopen, zodat we zeg maar een beetje kunnen zien wanneer het licht is, zeg maar. Want nu zoals je overal kan zien, het is volledig licht, maar als het dan nacht wordt, dan kan je dat zien. Dan wordt alles een beetje donkerder en ja, dat verschil is te merken, althans voor mij. Dus wat ik gedaan heb, is ik heb zeg maar voor als plafond, zeg maar, want we hebben nog geen plafond hier zo. Heb ik gewoon een randje met van deze acacia wood slabs. En dan heb ik zeg maar 2 blokken daar zo in deze oranje stained clay gedaan. En een oranje stained glasblok daar gedaan. Dus het is op zich niet moeilijk hoor. Maar wat dat dan zeg maar zorgt is dat als je hier normaal loopt. Dan zie je gewoon zeg maar alleen maar oranje daarboven. En niet nog een beetje steen. En dat is eigenlijk volledig de reden waarom we deze oranje blok hier zo doen. En dan zeg maar, ik ga niet de volledige dingen helemaal tot boven oranje maken. Want dan zouden we uiteindelijk ook uitkomen bij de bibliotheek, daar weet je. En dan zouden er random oranje blokken zijn. En dat moeten we toch niet echt hebben. Dit is gewoon goed genoeg naar mijn idee. Dus ja, dat ga ik gewoon even overal doen. En op die manier is het gewoon een stukje strakker. Moet stoppen met de pillar met deze blokken. Maar goed, we hebben hier nog wel genoeg van, dus dat is geen probleem. Oh, hardened clay, wat fijn. Daar zocht ik net naar. Toen ik cyaan wou maken. Ja, hier zie je, het is een stukje donkerder overal, weet je wel. En nu is het nacht. Dus dan weet ik van, hey, ik moet even naar boven toe. Om even bed op te zoeken. Dus dat is wel handig op die manier. Dus ja, dat zal ik nog even verder doen. Oké, dan, dus ja, alle daken zijn in plaats, toch? Ja, volgens mij wel. Ik heb deze ook even, ik had hier deze buizen had ik zeg maar eerst hier staan.
Nou, dat was nog ook van voor de verbouwing, zeg maar. Maar die heb ik dus ook even verplaatst. En ja, dus ik denk dat het zo prima is. Ik heb ook gewoon even hier de ding afgemaakt. En ja, het ziet er gewoon weer strak uit. En hier zo. Bij deze hebben we, zeg maar, een soort van een kruispunt, om het zo maar te zeggen. Je kan deze kant op, je kan deze kant op, je kan deze kant op, je kan deze kant op. En dan hebben we hier weer zo'n kruis, zeg maar. En hier is wat speciaals. En dan heb ik het gevoel dat we daar ook nog wat moeten hebben. Dus misschien moeten we hier nog iets verzinnen om te doen, zeg maar. Maar goed, dat gaat voor een andere keer zijn dan vandaag, in plaats van vandaag, zeg maar. Ik wou nog wel even checken hoe ver de mob spawner is gekomen met het spannen van dingen. Ben op zich wel benieuwd hoe in de tijd dat we hier zijn geweest, zeg maar, hoeveel dat ding gespand heeft. Laten we even checken. En ben op zich best wel benieuwd. Wat is dit dan weer? Verkeerd glas, maar goed. Oeh, bijna een chest vol aan goodies, dus dat is fijn. Ik heb trouwens ook hier een deur neergezet, dat heb je vast wel gezien. En een beetje hier zo wat mooier gemaakt. Zodat ik wat beter bij deze dingen kom. Want hier is natuurlijk hoe ik dit erin stop. Want eerst deed ik het zoals ik het... deze kunnen we er wel even bij doen. Zoals ik het hier dus nog steeds doe. Dus van, dit is waar de zombieflash gaat, daar hebben we nog niet zoveel van. En deze twee hoppers, die normale chest en dan zeg maar, is dit de eerste dubbel chest. Maar de gunpowder hebben we al wat meer van. En moet ik helemaal hier naar boven klimmen. En dat is wel een beetje vervelend. En dan zeg maar voor deze soort, die kan ik gewoon in shift klikken. Dat heb ik zo voorbereid. En ik bedoel, er spannen niet zoveel witches hierin. Dus dat is gewoon prima. Maar goed, dan heb ik hier een knopje. En dat is wel grappig. Dan gaat deze piston hier zo naar achteren. En dan kunnen we hier via deze manier erin. En dan heb ik hier zo een knopje. En dan kunnen we gewoon weer eruit. Dus dat is allemaal prima, mooi en aardig. Dus ik ga nog even dit blokje vervangen. Goed, ik wil bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan zie ik je volgende keer weer terug bij Rick's Build Minecraft. Later!